Ah, James Cook zijn hond is populairder. Hè? Hoeveel heeft hij er? Oh, 10.000, 20.000. Dat is een chihuahua. Ja. Herman, ja, je ziet hier graag, dat straal je al meteen uit. Ja, maar ik ben tegenwoordig nogal eenzaam. Ik zou graag zo wat meer berichten en mails krijgen. En daarom wil ik zeggen, ik heb kanker. Ja. Het werkt. En het tast zijn hersenen al aan. Ja. Je kunt tegenwoordig enorm veel, die psychologen. Ze hebben ook zo'n speciale stethoscoop nu, waarbij ze dat op die buik voelen van mijn vriendin. En dan kunnen ze echt exact horen welke geluid dat dat kind maakt. Ja. En wat voor geluid? En de gynaecoloog zei dat men een klein vlot Italiaans spreekt. Ik denk er trouwens aan om Pedro suikernonkel te maken. Oh, echt? Ja. Maar dat kan niet met zijn diabetes. Ja, dat is ongelooflijk, hè. Herman die papa wordt. Fantastisch, hè, Pedro? Ik zie al Herman al heel lang heel graag, maar zo'n rocker met dan zo'n boeleke op zijn arm. Ja. En dat eerste woordje, dat gaat hij nooit vergeten. Bij mij was dat papa. En bij u gaat dat zijn bompa. Pedro, wat verwacht jij van de kandidaten? Heel veel. Het zijn drie briljante geesten. En als ik zo met mijn geoefend juryoog, dan weet ik wie dat gaat winnen. Ik kan dat nu voorspellen. Ja. Bart Cannaerts. Pedro, ben jij wel eens gebeten door een hond? Ja, en dat is een verschrikkelijk verhaal dat ik beter niet zou vertellen. Maar ik heb op een boerderij gewerkt in Australië, in Malanda. En ik ben op mijn fietsje naar Torp door een pitbull gebeten. Ja. Ik ben aan een boer gaan zeggen, die is gaan klagen en ze hebben die pitbull in slaap gedaan. Maar blijkt dat ik de verkeerde heb aangewezen. Herman, hoe zal jij eruit zien over 20 jaar, denk je? Ik denk zoals mijn grootvader Frans op het einde van zijn leven. Ja, en was dat goed? Die is 46 geworden. Dus ik denk dat er goed gaat uitzien, redelijk jong. Ja, denk ik ook. Ja, zoon is dan 20. Ja. Ja. En jij bent dan 84, hè? Maar ben ik 84. Ja. Ja. Komt goed, hè? Ja. En ik hoop dan nog te leven. Ik zie jou 95 worden, Herman. Ja, waar ik vooral op hoop, is dat ik ooit nog kleinkinderen heb. Oh, ja. En dat ik dan samen met mijn kleinkinderen de dodentocht van Bornem kan. Wat is jouw favoriete vogel? Ik heb ooit 3 scheidlijsters gehad. Ja. Die zijn gestorven aan diarree. Herman, jij vertelt wel veel dingen die niet waar zijn. Hè? Maar bijvoorbeeld, Marlena is echt zwanger, hè? Dat is waar. Hè? Nee. Er zijn veel mensen ingetrapt, moet ik zeggen. Maar wij hopen wel ooit kinderen te hebben, maar ik vind dat ik nog te jong ben. Ja. Ga je een douche of in bad? In bad, elke dag. Elke dag? Zonder mijn bad word ik niet wakker. En hoe lang lig je er dan in? Niet lang, 10 minuten. 10 minuten, ja. 10 minuten. En rook je ook in bad? Ja. Ah, oké. Okay. En de onderwater, bovenwater. Echt, mag mij niet uit, Erik. Nee, binnenkort kun je met een zoontje in bad. Ja, ook met zijn sigaretje. Nee, erecties. Ah, oh. Ja, dat is niet waar. Er staan een boel dingen bij, ik heb ze geprobeerd. Herman, mag Roman later tattoos? Ja, I love daddy op zijn voorhoofd. Vind jij een favoriet filosofisch citaat? Laat het gras maar groeien. Ja, zo'n mooi hoedje, een luipaardenhoedje. Ja. Heb jij er ook zo'n... Ik heb zo'n luipaardenonderbroekje. Ja, echt? Heb je een luipaardenonderbroekje? Op zaterdag na 10 uur, dat werkt. Oké, ja. Kom dat zelf, Erik? Lisbeth, heb jij bomen in de tuin? Ik heb een terras van 1,5 vierkante meter, dus... Ah, oké. Okay. Ja, maar heb jij bomen in de tuin? Echt? Stop mij alles te omzeilen. Ja. Klein bosje. Voilà. Ah, is goed. Nee. Klein bosje. Mm. Ja. Ben niet zo'n peer, jongen. Nee, maar een nectarine. Nectarine. Ja. Goeie harde. Goeie harde. En zo ook blijven kijken in mijn ogen. Is, ligt dat nu aan mij of is alles hier dubbelzinnig vandaag? Ja. En dat kun jij niet goed verdragen. Herman, zou jij een staat kunnen leiden? Ik zou België kunnen leiden, ja. Ja? Ik zou beginnen met het Koninklijk Huis af te schaffen en Mathilde in dienst te nemen als kuisvrouw.
Met een auto-parak op. Ja. Ze kijken zeker, hè? Ze kijken naar dit programma, Herman. Oh, hoi. Ja. Ja. Delphine heeft ooit een heel wijs man naar huis gespeeld in de finale. Ja. Dat was ik. Serieus, ja? Ja, ja. Ja, dat wist ik niet meer. Ja. Dat zit nog heel diep. Ja. Dus zij is heel gevaarlijk, Riad. Maar ik wens jullie allebei de helft van de punten en losse toppen. Okay. Het is mooi om te zien nu al, Bokkie en Barbara. Ja. Echt, ja, prachtig duo, vind ik. Het is zo'n hippe mama en dan een zoon die beslist heeft van... Ik zie eruit hoe ik wil. Ja. Maar... Ja. Echt? Een familiefeest. Ja. De zoon, de mama, de demente opa. En jouw papa is er ook weer bij, de uitvinder van Marsepino. En we hebben dat dan verteld. En twee dagen later kregen we echt een doos met Marsepino. Ik heb het gehoord, cadeau. Ja. Ja. Goed, hè? Maar ik moet wel zeggen, aan de mensen van de Marsepino, het is op. Ja, het spijtig dat mijn pa niet bij Ferrari werkte. Hè. Ja. Dat is toch heel goed? Ja, maar ik was aan het wachten. Mijn vriendin had gezegd, als je dit hemdje aandoet, ga je van iedereen complimenten krijgen. Ik kijk even naar de kandidaat. Niemand heeft er iets gezegd. Nee, niemand, hè. Zalig hemdje. Ik kijk naar Jonas. Wat vind je van het hemdje? Mooie pet, Bok. Nee, Barbara, jij hebt een fantastische zoon, maar zou je Bokkie toch ook een toffe zoon vinden, neem ik aan. Ja. Maar is dat leeftijdsverschil zo groot? Dus dan moet je toch een tiener... Hoe oud is hij, schat? Ik word 38. Oeh. Wow, dat kan nu toch niet, allee. Ik zie er gewoon met die pet. Nu ben ik 38, nu ben ik 28. ik dacht dat je jonger was. Ja, dat weet ik. Ah ja, oké. Okay. Stel je voor dat ik zwanger zou zijn van Bokkie. Ja? En dan zou ik dat zalig vinden. Dat Bokkie zou zo'n kind zijn dat nooit zou zijn. Ah nee, ik lust dat niet. Nee. Maar zet jij klaar om dit uit u te krijgen? Moest jij weten wat ik allemaal uit mijn eigen gekregen heb? Mooi trui, trouwens. Ja, dank u. Die is niet van mij. Dat is de meester. Mieke heeft mij die uitgelinkt. Ja, dat is goed. Ja, dat is mooi. Wil er iemand iets over mijn hemd zeggen? Je ziet een kurk en Uma van de Mol. Ja. Uma van de Malen. Welkom in de finale week, joh. Delphine, kurkuma. Of vind je van mijn hemd? Dan zal er nooit een moord kunnen gebeuren op de trein. Hoezo? Als je, stel je voor, er zijn een moordenaar. Ja. Op een half uur tijd had al vier keer van perron moeten veranderen. Ja. Als je op zijn tegen u zegt, sorry, je trein is afgeschaft. En je bent met overvolle bus naar huis. Dan heb je ook geen zin in meer. Nee, dat is stuk. Moord op de vervangbus. Barbara, jij speelt heel toevallig binnenkort mee in Moord op de Orient Express theaterstukken. Toevallig? Ja. Ah ja, dus ik ga een of ander lokaal binnen ergens. Ik zet mijn auto daar, ik kom daartoe. Ze zijn aan het repeteren en ik zeg, ik blijf hier. Dat is werk, hè? Ja. Legerdienst meegemaakt. Waar heb jij legerdienst? Legerdienst? Ja, ergens in Duitsland. Bij... Waar zullen we weg kwijt? Ergens in Duitsland. Nee, dicht bij het front zelfs. Wel, soort... Het front? Ja, front. Nee. Ja. Het front. Je schijnt wel nog tegen de geallieerden gevochten. Bokkie. Ik zou gejost zijn, moest ik in het leger moeten... Dat gaat niet. Dat moet zo... Wat zou ik daar doen? Ik kan niks. Hoe je kunt niks. Maar wat is dat nu? Ik heb je zo niet opgevoed. Nee, Delphine, heb jij veel elektrotoestellen die zomaar in de kast liggen? Mijn nachtkastje. Ik snurk heel hard. Echt? Ik ben al vaak opgenomen geweest. En ik ga niet zeggen per se door bedpartners, maar eerder door buren. Ja. Vandaag komt hier door de muren gewoon. Dus ik snurk zo. Mijn apneus en al. Ik presenteer ons moeder. Oh, help.
De lat is gelegd. Ja, de lat is gelegd. En Lisbeth kan er nu over. Amai. Dat was indrukwekkend. Hebben ze zo gelacht toen dat ze mijn sms kreeg? Ja, Barbara, ja. Het was vakantie. Ja. Delphine. Ja. Ik hoor iets. Ha, ha. Ben jij dat? Bokkie, ik durf het bijna niet vragen, maar breng jij dat door in de natuur? Ik ben een zot van natuur. Ah, serieus? Oké, okay, dat is goed. Natuur, wijn, mosselen, natuur. Betaling in natuur. Ja. Wij moeten afrekenen, hè, trouwens. Ja. Hier, ik maak het een verhaal vertellen waar ik sowieso spijt van ga hebben. Ja, we moedigen het aan. Ik voel dat dat kan. Ja. Het is het dieptepunt uit mijn leven. Dat zal ik met jullie delen. Ja. Ja. Dus ik gebruikte een condoom. Ja. Dat is het enige positieve aan dit verhaal. Ja. Waarom doe jij zo ik, als je dat vertelt? Dus ik gebruikte een condoom. Ja. En na het gedane spel doet je niet toe. Ja. En wij lagen aan het genieten nog. Maar ik was ondertussen aan het spelen met de condoom. Want als je daarop duwt, kom daar zo belletje hier, belletje daar. Ja. En die ontploft in mijn gezicht. En toen lag mij op mij. Echt waar. Het is echt gebeurd. Ik was vroeger altijd super jaloers op die messen, zo'n handvol messen. Ze hebben ook nog een handvol vorken had. Dat is super handig. Bokkie, heb jij wel eens nachtmerries? Ene die vaak terugkomt, iets super raar. Dat is als het beeld van een hele, hele oude man, Hans bezweet, en die komt zo van onder een radijzenpak. Ja. Zijn ze absoluut zeker dat het niet Sydney is, Erik? De hoofdstad van Australië is niet Sydney, echt niet Sydney, is vast en zeker Canberra. Ja. Wat is het? Canberra is het. Dat Canberra niet. Ja. Ik heb nog nooit in mijn leven hem opverteld, maar ik heb dat nog nooit gedaan. Ik durf dat ook niet, er is zoveel druk op de schouders. Ja, ik weet het. Ja. Het einde moet wel... Mag ik het proberen? Ja, zeker. Het is voor echt. Het is een mop in vier delen. Ja. Het is echt, we zitten hier even, het is in vier delen. Ja. Deel 1. Een man en een vrouw rijden in de auto. Ja. En de man zegt, het is naar rechts, het is naar links. En de vrouw zegt, wie rijdt er? Ik of jij? Ja. Antota. Deel 2. De man staat in de keuken uit te snijden in blokjes. De vrouw zegt, nee, dat moet in sliertjes. Ja. De vrouw zegt, wie kookt er? Ik of jij? Ja. Antota. Deel 4. Ja. 3. 3. Wie vertelt er hier dan op? Ik of jij? Ook zijn drie totaal verschillende types. Dat is echt waar. Het is wel een leuke, denk ik. Ja. Ja. En jij die daar zo staat. Alleen nog zo'n muur ertussen en zo'n blank date. Wie zou de pakken? Allee, wie zou de pakken? Kom op, kom. Ik ga altijd sowieso voor Delphine. Delphine? Ja. Delphine, ja. Delphine, voilà, kijk. Ik las in jouw column dat je ruzie had gehad met Frank, de voormalige vrachtwagenchauffeur. Mag ik er iets over vragen of niet? Ja. Is het bijgelegd intussen? Uitbundig. Amai. Ah, het is een sloeber, hè. Hebben jullie eigenlijk ook supporters bij, zoals de kandidaten? De jury? Dit was echt keiskontraat. En ook een beetje zielig. En ook een beetje sneu. Dus ik als je ze twee keer moet doen. Wat? Wat hadden we afgesproken? Zal ik afvragen, spoelt Gert eigenlijk zelf door? Ja. Alhoewel, ja, hij veegt niet, hè, dat weet je. Ja, dat weet ik. Dat is een Japans toilet. Hè? Hij heeft de
Ja. 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 Jij doet alsof dat allemaal maar heel normaal is. Maar wat is dat? Wat is dat? Ik ken dat eigenlijk. Is dat Victor Verhulst die in de boven scoort? Wat is dat? Dat is een spieterke. Een skutterke. Los in die poepengaatje. Ah. Ja. Het is echt geweldig. Maar nu we toch even in dit onderwerp zitten, James. Ja? Namens de rest van Vlaanderen wil ik dan wat vragen. Ja? Dus je krijgt zeg maar straal water in je aars. Gat. En dan, maar dan is het wel vochtig, toch? Maar dan... Stop, er komt een feuner daarna. Echt waar? Echt waar? Ken je dat niet? Alleen mannen. Dus wat je nu zegt, ik heb dat is dat het kaksel van Gert Vils is omhoog geblazen schaamhaar? Is dat wat je nu zegt? Ik heb thuis dus ook één, omdat ik dat je 3 jaar geleden heb verteld, heb ik thuis een gratis gekregen. Ja. Die belde mij. Oké, okay, ik ga dit ook even zeggen. Ik hoef er niet één. Laat het ik thuis. Ik heb een C-papier. En er bestaat nu een nieuwe. Als je op het meisje duwt, gaat hij ietsje verder voor de punani. Ja. Echt zalig. Echt, er bestaat een nieuwe. Dus er is een vrouwtje, ik op de wc'tjes, zo het vrouwtje met haar roksje. Ja. En dat duwt dan op en dan gaat hij iets verder. Ik heb dat ook al een keer, dan is dat tegen uw balkjes. Ja. We hebben geen vrouwen thuis. Dus ik dacht, wat die in tuin? Dat is ik ga nu balken. Waarom wordt er geen musical over jouw leven? Alex, echt nieuw, het zal allemaal wel. Ik wil James de musical zien. Ik ga iets vertellen. Ik ben vorige week naar een dark room geweest met Gert Verhulst. En dat was ook naar wij zijn naar Oostende geweest. Ja. En hij zei tegen mij, we passeerden een gayclub. Hij zei tegen mij, van, ik ben nog nooit naar zoiets geweest. Kom maar een keer naar binnen. Ja. En er was daar een dark room. En dat is zo voor mannen, hè, om een keer hun ding te doen. Hè. Maar we waren een beetje dronken. En ik ben met Gert Verhulst in een dark room in Oostende geweest. En ik vond dat geweldig. Want die was helemaal bouche bée. We komen binnen, iedereen daar in bloed bovenlijf. Dan moet ik echt zijn gezicht zien dan. Dat is goud waard, echt waar. Dat is goud waard. Dus die komt daar binnen helemaal in shock. Die stond daar zo aan in het oog, die was op plak nuchter. Ja. En ik zei, kom. Hij zei, waar is het toilet? Maar ik wist natuurlijk, daar zijn de toiletten, daar is de darkroom. Dus ik heb gezegd tegen hem, ik zeg, daar, ga maar, daar. En die ging dan naar binnen en die bleef even weg. En ik ben die gaan zoeken en die stond daar echt met die mensen te praten in die darkroom. Die dacht dan die op een rij stonden om naar het toilet te gaan, maar die stond op de rij. Ik heb dat altijd te pas en te onpas gedurende de hele dag. Ik ben 38, ik heb dat nog altijd te pas en te onpas. Maar meer? In een meeting. Brrp. Oh, nee. Dat is echt... Wat, hè? Ik heb hem al gehad hier, ja. Wat, hè? Maar hij ging is weg hier nog een plekje vrij? Nee, maar, nee. Ik ben toch niet de enige man die dat deed? Nee. Toch, nee. Zijn er nog mannen die dat soms zo'n krep dat denkt, oh nee, nu toch niet? Even handen omhoog! Oh, of je pik omhoog, dat moet Allee, heb jij dat nooit, Erik, dat je denkt, oh nee, nu toch niet? We gaan naar vraag 8. En ik geef graag een tip. Wat gaat het doen? Oké, okay, ik heb het weer. Nee. Maar het is wel zo'n hype geweest nadien. Ja. Van zo, allee, het is nog altijd een hype, van zo lui zingen. Ja, Bazaar doet dat toch ook zo? Lieve snelle... Nee, ik vind dat goed, maar ik wil zeggen, dat is wel een hype. Hè, maar die bewoog wel niet zoals jij nu bewoog. Ja, en zo goed door het haar. Lieve snelle... Oscar and the Wolf. Oscar and the Wolf, juist. Dat is echt zo. Ja, dat is echt zo. Als je dat doet, is het een hit. Maar we kunnen ook nummers pakken en dat zo maken. Hè? Zo, een ander nummer, geef een keer een nummer. Wanna be van de Spice Girls. Ja, even. In one. Maar pas stop, ik wil even zeggen, Mathieu, ik vind dat een keigoed nummer. Ik ook. Ja, echt. Nee, ik meen dat echt. Ja, we verstaan er alleen een zak van.
In het conservatorium leer je hoe je eigenlijk iemand moet slaan zonder pijn te doen. Dus ik snap niet waarom dat dit dan... als hij nu gewoon die techniek gebruikt... Dat, ik ja, maar hij heeft hem misschien gebruikt. Nee, ik kan dat. Dat is echt... Maar ik ga geen zeer doen. Als je belooft dat je geen erectie krijgt... Terwijl... maar, nee, maar het gaat er pijnlijk uitzien voor de mensen thuis, want het is ook een comedian. Wat moet ik doen? Niets, gewoon aanvaarden. Okay. Kijk, en dat is een techniek om de oren niet te raken en eigenlijk dat geen zeer doet. Klaar? Ja. Doet zeer? Hè? Voilà. Doe geen pijn, hè? Waar ben ik? Nee, maar geen zeer, want het is toch tegen pijn? Nee, het kwam even aan. Toch? Ja, maar nee, maar goed, ik kan nu in principe door en dat kon Chris Rock ook. En geen zeven? Dat leren we op het conservatorium mee. We moesten soms een uur lang dat doen. Ja, dan zal hem doen. Welke les in godsnaam is er... Jongens, we gaan vandaag slaan. Nee, eigenlijk geen zeven kun je dat doen zonder iemand pijn te doen. En deze? Nee, jongen, dat kan niet. Nee, maar ja, je raakte me wel eventjes. Ja, maar toen ging en ook van binnen heb je me heel erg geraakt. Een Fin, ik ken u eigenlijk geen ene Fin. Ja. Nu... Ja, dat is zo... Die zijn moeilijk te vinden, hè. Oh, woordgrapjes, dat vind ik altijd zo makkelijk. Ja. Ik heb dus een ding gedaan, een honeymoon, heb ik gedaan, een jaar na datum, naar Zanzibar. Ja. Wat is er met Zanzibar? Waarom moet ik er op mijn kivive zijn? Niemand weet dat. Ik ben daar een dag, twee dagen, lekker romantisch aan het zwembad met Dorian, joepie, joepie. En ineens kreeg ik een dingetje. Homo-koppels worden daar levenslang opgesloten. Echt? Geen idee. Ik was op honeymoon, hè. Weet je of er een afgang dat is? Sindsdien waren we colleagues, ook voor het personeel en al. Hè, want daar rond. Ja, ja. Colleagues. En ze vroegen van, ja, what do you do? En ik wist niet goed. Ik zei zo, IT, zei ik. IT. En we waren IT-colleagues. En wij zijn daar echt beginnen spelen de hele week. Hè. Dus met onze laptop aan het zwembad en al. We hebben onze ringen afgedaan. Hoe meer? Ja. Ik heb mijn eigen op mijn dingen gezet. Hier. Ik sta er zelf op. Bij mijn vent staat zijn hond erop. Omdat wij daar normaal op staan als koppel. We waren constant in de stress. En tergens, na vier dagen valt daar in één keer in dat resort de wifi uit. Ja? En die bellen naar mij om te komen... om te vragen om te komen repareren. Die bellen naar ons. Ja. Hello, Mr. Cook, can you come and have a look? Because we heard you are IT here. Ik kan mij moeite een mail sturen. Dus ik ben daar naartoe geweest. Ik heb zo naar die... Zei, yeah, where is your box? Ja, okay. Yeah, you should call somebody else. Yeah. Yeah, yeah. Go, go, go wild dances. Yeah, 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 yeah. Die was cool, man. Ik had gedacht, dat je zei, door de outfits zat, dat je hier naakt zou zitten. Dat heb je ooit beloofd. Ja, maar dat mocht dan niet van thuis. Dus ik heb een kostuum. Dat mocht niet van thuis. Een kostuum aangedaan. Ja. Nee, mooi kostuum. Dank u. Er zijn blijkbaar een paar gaten in. Ja. Omdat het een oud kostuum... Het is een supernieuw kostuum. En hoe hebben ze dat opgelost, Barry? Sorry? Hoe hebben ze dat opgelost? Bij dit gat hier hebben ze met een blauwe stift zo wat gekleurd. Ja, dat is goed. Ben je blij dat het er is? Zeker. Ik vind Bart super tof. Ik weet niet of je dat weet, maar Bart en ik, we hebben nooit wat? Een relatie gehad. Nee. Heel niet. Hij vond dat een relatie. Ik vond dat gewoon zo van een fling. Maar nee. Nee, maar we hebben wel eens gekust. Oh. Op de snater, hè? Op de snater. Maar zonder tong. En hoe kwam dat dan? Ja. Oh, mag ik je kussen? Ja. Ik heb wel haar hart veroverd dan, toch? Door te zingen samen. Amai. Ja. Wist ik al niet meer. Ja, ik wel. Ja, dus echt, we go way back. We hebben al zoveel beleefd samen. En wie waren de twee anderen toen in mag ik je kussen? Dat was goed. Vincent Valks en Tom Waas. En ik had dus expres tegen Tom nee gezegd, omdat hij van mij dat jaar Slimste Mens gewonnen had. Ja, voilà. Ach, dat was gewoon voor de keuze eigenlijk. Is er een moment van de quiz dit seizoen dat jullie altijd zal bijblijven? Dat ik mijn poep heb getoond aan Wim Helze, ja, vond ik fijn. Ja, dat was een mooi moment. De 18 deelnames. Ja, veel leuke momenten. En het waren er maar 17 volgens mij. Ja, maar ik kan dat niet tegenspreken. Nee. Waren het er 17? Ah, Ella was 18. Just. Ja, Ella was 18. Ik ben eerst en al heel blij dat alle domme BV's eruit liggen. Ja. Zoals jij ook, hè?
We leven in het verleden. Hè. Laat het verleden wat het is. Wat verwacht jij van de kandidaten? Ja, wat moet ik nu zeggen? Merci. Hè. Niks, gewoon mooi zijn. Hè. Sorry. Eerlijk, a win is a win. Ja, absoluut. A win is win. Als ze daar toch seksistische mopjes gaan maken, ik pak het. Ja. Je weet, Erik, ik zeg dat elke keer, ik ben een girls girl. Ja. Dus ik ben echt aan het rooten for my two girls. Oh, en Bart is er ook bij. Nijntje, inderdaad. Maar ken je ook haar achternaam? Ja. Ja. Het is Nijntje Pluis. Pluis, inderdaad. Ja. Ja, we hebben ongeveer 101 grappen gemaakt over Pluis, wat de bijnaam is van jouw lid. Vandaar, ja, dit is dan de 102e. Nijntje Pluis van Dick Bruna, hè. Dat is de auteur. Jeroen, heb jij een bijnaam voor jou? Pluis, ja. Zou ik zeggen? Ja. Dick Bruna. Nee, gebeurt het ook? Vrouwen, geven die ook een bijnaam aan hun... Aan hun... Aan hun wat, Erik? Aan hun plaatje, zou ik zeggen. Of, of ik weet dat niet goed. Nee? Ik zeg soms tegen mij een vagijntje. Vagijntje? Dat lijkt zo begijntje. Ja, of ja. Als ik hevig sta, vagina. Nee, dat is niet. Ik zou graag met een vertrouwenspersoon praten. Dat je de finale niet gehaald hebt. Dat is waar, Erik. Ja. Dat is waar. Maar ik vond dat even erg, dat ik er nou één aflevering uitlag. Ja. Maar ik heb dan van de redactie gehoord dat ze mij blijkbaar expres heel moeilijke vragen hebben gegeven. Nee, dat is echt waar. En dat doen ze blijkbaar bij de echte goede juryleden. Die halen ze er zo snel mogelijk uit om dan terug hier te kunnen komen. Delusional. Ja. Nee, ja, straks de oorkonden. Hè. Jij mag ze voorlezen. Dat weet je spannend, toch? Hè? Ja, dat is spannend. Maar ik weet dat sinds 20 minuten. Ah, ja, tuurlijk. Ik weet dat sinds 2 seconden. Ja. Kom, Jeroen. Oei. Het is tijd voor de vrouwtjes van kleuren. Hè. We zijn helemaal schoon vanavond. Danira. Jij weet dat, hè? West Ham United. Probeer je nu Bart het antwoord te ontfutselen? Ja. Is dat de brug der zuchten? Ja, brug der zuchten. Maar weet je ook waarom die brug zo genoemd wordt? Omdat in die kamer al wel eens de liefde werd bedreven en je hoorde dan zuchten. Ja, dat is... Hard? Nee, het is niet juist. Het is wel mooi. Ja. Ik ben wel nu bijgeleerd dat dus de geluiden uit Bart zijn slaapkamer vooral gezucht hebben. Wauw, zie. Ja. Wauw, wat doe je, Herman? Of, Nee, ik? Ja, nee, absoluut. Ja. Dat was een schoon topje, hè? Ja, zeer goed. Maar daar waren ze wel niet zo blij over op het internet. Waarom heeft die Jennifer altijd zo weinig aan? Die zat mij haar tette benijden in Herman zijn gezicht. Ik zeg, af. Ik heb juist heel veel lagen aan. Maar inderdaad, je ziet niks. Vandaag heb ik handschoenen aangedaan. Ja, dat is goed. Toen mensen blij houden thuis. Hè? Ja, absoluut. Ja, belangrijk. Ja. Produceer je dan ook? Of, Nee. Nee. Nee, dat vind ik echt... Allee, heel veel respect voor piloten, maar ik denk dat die dat niet eens horen. Bart, jij wel precies? Ja, tuurlijk. Ik vind dat supercool. Ja. Dat jij produceren? Ik ben degene die het inzet altijd. Oh, leuk. Ja. En ik heb het echt gezegd, die horen het wel echt. Ja? En ze huilen als er niet wordt geklapt. Huilen ze als er niet wordt geklapt? Ja, die vinden dat keihard als er niet wordt geklapt. Ik neem mijn woorden terug. Ik ga altijd klappen. Sorry, piloten huilen als er niet wordt geklapt. Als die zo emotioneel zijn, dan vlieg ik niet meer mee. Hè. Maar nee. Als die huilen als er niet wordt geklapt. Ja, maar jij vindt het ook altijd leuk als mensen voor je klappen? Nee? Dat is toch altijd leuk? Jeroen, ben jij vaak bang dat het vliegtuig gaat neerstorten? Ik heb ooit wel eens doodangsten uitgestaan. Nee. Op een lange vlucht. Toen ik begon te praten met mijn buurman. Ja. Dat was een Limburgse kapper. Die zei wat dat hem deed voor job. En die zei, ik ben een kaper. En dat is dus à la minute. Ja, dat is toch zat? Ja, kom binnen. Star Wars. Ben je fan, Bart?
Ik heb daar nog nooit een film van gezien. Hè. Nee, hè? Echt dat is waar? Zot, hè? En ik ben daar helemaal niet tegen, ofzo, want dat is er gewoon gelijk nog nooit van gekomen. Ofzo. Ik had nu gedacht dat je daar wel fan van zou zijn. Ja, waarom? Jij geeft wel die vibe. Ja, ik van snap, iemand die van ik snap wat je wil zeggen. Houdt. Ja, ja. Dat is niet erg of goed, hè? Jawel. Nee. Maar dat is gewoon hoe het is als ze vroegen aan mij van wie zou er nu naar Star Wars kijken, zou jij daar zeker tussen. Ah, okay. Ja, inderdaad. Jij ja. ook, Erik. Chewbacca, denk ik. Ah, okay. Kunnen wij met een vertrouwenspersoon? Dacht ik, krijgt een attack. Nee. Jij Latijns gedaan, Jennifer? Ja. Oh, ook? Ja, tuurlijk. Oh, we hebben dat. Iedereen doet dat toch in zijn eerste jaar? Ja, nee, maar... Ja. Ik heb dat ook in mijn eerste gedaan. Ah, oké. Okay. En dan humane. Ja. Hebt jij Latijns gedaan? 6 jaar. Maar wie mag hier de oorkonde weer voorlezen? I'm forever blowing bubbles. Wat dacht jij in bed, Bart? Een boxershort. Boxershort. Ja. Oeh. Ja. Wat? Had je iets anders verwacht dan mij? Een Star Wars? Star Wars. Nee, ik vind het gewoon altijd raar als mensen kleren dragen in bed. Jij draagt geen kleren in bed. Nee, is dat raar? Nee, dat is helemaal niet raar. Jeroen, ik durf het bijna niet vragen. Wat draag jij in bed? Gewoon een boxershort, ja. Ja. Ja, dat is goed. Ja. En is dat dan voor als er iemand zou overvallen, dat je klaar bent om te vechten of zo? Of als er iemand de als politie nu, als er nu brand uitbreekt en je moet vluchten, ja. Dan wil je toch niet in de straat staan. Oh, het is zo erg met je klosbloot. Ah, voilà. Ja? Daarmee dat ik het mij afvraag. Zullen we dan een brandweer ontwijzen op straat? Oh. So...